En we zitten in de auto. Ja. Dus we zijn onderweg. Het is 5 minuten rijden vanaf het hotelletje waar we zaten. Dat is mooi, want het ligt in Hogerheide. Dus om vanuit thuis te komen, dan moeten we toch wel erg vroeg opstaan. We hebben 3 hondjes meegenomen vandaag, net als de vorige keer. We hebben hier op mijn schouder staan Zazu. En dan hieronder ligt Bones. En dan Moesjoe. Waar ben je? Oh, daar. Hi Moes. En we hebben Moesjoe meegenomen. Hi Moepie. Ze hebben er zin in en wij ook. Ja, dus we hebben 3 kansen op een uurtje weer. We gaan het zien. Eigenlijk 9 dus. Zin in? Zeker. We zijn begonnen. En ze zijn begonnen met verkeer. Dat ga ik zo laten zien, maar ik laat even zien als je de wedstrijd loopt waar je begint, zeg maar, en waar je naartoe werkt. Dus als volgt. Je komt hier aan met je hond. Dan moet je hier het nummer invoeren van welk nummer je hond heeft in de wedstrijd. En dan langzamerhand kom je steeds 1 etage verder. Dus dan staat hier een hond en dan staat daar een hond. En dan op een gegeven moment sta je vooraan en dan ben je aan de beurt om te gaan starten. En dan start je straks bij die eerste sprong. Zoals je ziet, het verkennen, veel rust. Iedereen geconcentreerd aan het kijken wat te doen. Heel belangrijk. Spanning bij de hond. Bij mij misschien ook. Maar ze heeft het goed gedaan hoor. Hé Zoe, kom eens op. Hey. Drie rondjes gehad. Jules heeft de rondjes gewoon volledig gedaan. Heel hard de best gedaan. 2 disken maar. Goede dingen tussen. Dus dat biedt hoop voor de volgende. En ik maakte 1 foutje. Moesje zat er vol in. Zonde, anders was het moet er een beetje snel zijn, want ja, die storm, hoe heet ze ook weer, Jules? Kiara, die ik vanochtend Carina noemde. we moeten dus snel zijn, dus we doen een snel uitlaatrondje. Want ze komt eraan hoor, ze komt eraan! Kijk, Jules probeert die storm echt voor te blijven. Maar het gaat er nog niet zo heel goed af hoor. Kiara is echt sneller. Dat was hem niet helemaal. Lunchtijd. Ik weet niet of het een verdiende lunch is. Het eerste rondje was eigenlijk best goed van allebei, van alle 3. Maar daarna niet echt. En Moesje heeft in de auto een zak voetjes opgefroten. Dus die zit propvol. En ik
vermoed dat ze echt misselijk is. Dus ik ben heel benieuwd wat er nog van gaat komen. Maar Jill gaat knallen. Derde rondje worden twee foutloze rondjes. Eentje voor Bones en eentje voor Sansu, heeft ze me net beloofd. Dus jullie gaan het zien. We gaan ervoor. Sansu. Dat is tweede graad. Yes. Vind je onze serie leuk? Like en subscribe.